Het platform van buurtorganisaties hield vandaag een jeugdmanifestatie voor jongeren in het jeugdcentrum. De jeugdigen zijn bezig gehouden met sport en spel en hebben ook een motivatiesessie gehad. Het was tevens de jaarafsluiting van de organisatie. Het platform is ontstaan na een jarenlange samenwerking tussen diverse buurtorganisaties. Elke organisatie voert haar eigen programma uit, maar het platform heeft als doel een eenheid te vormen om zaken sneller te realiseren. Harriette Melgerts, voorzitter van het platform van buurtorganisaties, zegt dat er bijkans 600 jongeren aan de manifestatie hebben meegedaan. Dus eigenlijk is het een uitwisselingsdag. Dus nu is er een voorlichting, de politie. En dan hebben we straks voetbal, slagbal en estafette en binnenspelen. Wat zegt u? Zijn niet van school, hè? Zijn van buurten. Zijn van buurten, de buurtkinderen die men moeilijk vindt. Maar dat ik zeg ik u, 3 jaar lang heeft men de buurtkinderen dingen ontnomen. We hebben hier Witsamti, Kommerwijnen, Mattenshoop, weer een upgrade. We hebben Welgelegen, we hebben van verschillende Paramaribo en districten. En dan worden ze naar hier gebracht. We doen het beroep op de overheid. Er is een systeem dat je nu moet tanken. Maar ik ben dankbaar dat men rekening houdt. En we moeten kijken 2018 hoe we zaken weer in place kunnen brengen om door te gaan met het feit van 20 jaar die we al hadden. Harriette Melgerts, voorzitter van het platform van buurtorganisaties. Het platform heeft vandaag een jeugdmanifestatie voor jongeren gehouden in het jeugdcentrum.